Hey Joep, welkom terug op dit kanaal en in deze toch wel uitzonderlijke en bijzondere uitzending. We hadden enkele dagen geleden geprobeerd om een live verbinding te maken met onze verslaggever ter plaatse, maar helaas was er een klein technisch probleem en dan gaan we proberen deze verbinding terug tot stand te brengen. Goed, Kevin, kan je ons momenteel horen? Hallo Kevin, ja, ik hoor u perfect. Ja Kevin, wij horen jou perfect. Goed, kan je ons vertellen wat je daar doet in Rosmalen bij Autotron? Ja, eerst en vooral wil ik mijn excuses aanbieden voor enkele dagen terug. Ik was een beetje te ver gereden, ik was een beetje te ver het noorden ingereden. Goed, maar het is het volgende. Zoals jullie kunnen zien ben ik aanwezig in Rosmalen bij Autotron. Hier in Rosmalen gaat over enkele maanden terug Vivarium door. Dat is wel heugelijk nieuws, want het was lang spannend gehouden door de organisatie of Vivarium zou terug doorgaan dit jaar. En ik hoop dat het dit jaar nog een betere editie zal worden dan 2018. Ik had de organisator uitgenodigd om hier in gesprek te gaan. Helaas kon hij vandaag er niet bij zijn. Nu, we weten alvast al dat dat Vivarium doorgaat op 2 en 3 november 2019. Enkele weken vroeger dan normaal was, zoals vorig jaar, eind november. Dit omdat er een beurs zou zijn in Azië, een belangrijke beurs waar ook grote namen aanwezig zouden moeten zijn. Goed, ik geef het woord terug aan u, Kevin. Tot de volgende. Bedankt, Kevin, voor deze uiteenzetting bij Autotron in Rosmalen. Zo mensen, zo zien jullie. Vivarium gaat dit jaar gewoon terug door. Vivarium 2019 gaat door op 2 en 3 november. Maar zoals jullie waarschijnlijk wel zouden kunnen vermoeden, zal ik daar uiteraard terug aanwezig zijn. Maar ik zal dit jaar niet aanwezig zijn als standhouder. Ik heb gemerkt vorig jaar dat ik veel te weinig beeldmateriaal heb kunnen maken. Veel te weinig beeldmateriaal dat ik jullie had beloofd van deze twee spetterende dagen van Vivarium. Daarom heb ik ook beslist om dit jaar geen stand te maken. Ik heb wel de vraag gekregen om terug een stand te houden, maar ik heb dit geweigerd, zal ik maar zeggen. Niet tegenstaande dat ik het met groot plezier vorig jaar gedaan heb, met groot plezier het goede doel heb gesteund. Mocht het zijn dat de personen terug een goed doel zullen steunen dit jaar, zal ik zeker een geste doen en het doel ook gaan steunen. Dat beloof ik nu alvast. Maar ik zal dus niet aanwezig zijn als standhouder, maar als vliegende stand, zullen we maar zeggen. Dus ik zal wel heel veel beeldmateriaal kunnen tonen. En ik zal misschien kunnen dingen doen die ik vorig jaar wou doen. Goed, ik ga deze video afsluiten en ik hoop jullie natuurlijk te zien op Vivarium 2019. Er zal uiteraard de komende maanden nog meer info volgen omtrent Vivarium. Het is nu nog vroeg. De baby is nog maar pas geboren, zullen we maar zeggen. En ik zul je dan natuurlijk over enkele maanden op Vivarium of misschien wel vroeger op andere beurzen. Tot dan. Ciao.